Verstraten. Heeft hij nog wat roest aan de schoenen. Wel enkele keren ingevallen, maar een basisplek dus wel heel erg lang geleden. Hörnschar. Ah, mistaste in de defensie bij Dender. Leidt bijna tot de openings geknepen. Begon bij goed doorzetten van een Simba. Legt een blind terug, maar komt wel tot kapitein van Bate Borisov. Toch een grote vis binnengehengeld de vorige drie matchen in de basis. Maar hij dus op de bank. Ribeiro goed gezien tot bij en Mbokani legt hem nog af en dan staat het al 1-0. Oh, wat gaat het gemakkelijk voor SK Beveren. Dender geeft absoluut niet thuis in deze aanvangsfase. Olivier Mini gaat wel zijn beklag doen om zijn volgende te maken. En Mbokani onbaatzuchtig. En wat is dan het appel? Het zal voor vermeend buitenspel zijn van Mbokani. Op dit beeld kunnen we dat uiteraard niet zien. Dat is moeilijk te zeggen, maar de handen wel fanatiek de lucht in. Een boodschap voor de deze week ontslagen Reggie van Akker, hoofdcoach en technisch directeur. En voor zijn assistent Benny van Polvliet. Hörnschar pikt hem goed mee. De voorzet is ook goed en dan is het al 2-0. Ai, 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 FC Dender. Volledig koud gemaakt na een goede 8 minuten. 2-0 op het bord. Zij zijn al zegenzeker. Een heerlijk doelpunt. Schilderwerken Ribeiro Costa. Ook aan deze kant van het veld. Op die uitmatch in eigen stadion tegen Jong Genk. En nu op de goede plek. Voor die bal van Hörnschar. Dender dat verzuipt. Kijk eens naar de ruimtes voor David Hörnschar. Kijkt goed, legt goed terug. Tot heden actief als T3 en data-analyst. Wordt ondersteund door Bart van Rentergem, die nu technisch adviseur wordt in de plek van Akker. Daar is Mbokani! 3-0 voor Beveren na goed een kwartier voetballen. Het is open deurdag achterin. Xavier Gies heeft daar helemaal geen verhaal tegen. Dender voor Beveren. En het begon bij balverlies van Dender zelf. Dan meteen verticaal gevoetbald. Goed gelopen ook door Dieu Merci en Mbokani. De ruimte die hij hier krijgt, ja, die moet je hem simpelweg niet geven. Xavier Gies komt te laat. De assist komt op naam van Kevin Ogas. Gevolgd door Kevin Ogas. En Dender kan zich er andermaal niet uit voetballen. Ja, Hens, dit leek me toch een foutje op hem. Hij is boos hoor, op Quentin Pirard, Lennart Hens. Ja, Mini helemaal vrijgelaten. Hier kan wat in zitten voor Dender. Oeh, dit is een dot van een kans. Nu dan misschien, nee. Ja, maar dan moet je het natuurlijk wel gaan afwerken. Aan de bal komt in de 16, moet je hier meer mee doen. Kijk eens, Bateau tegenover Tchoukour en Mini. Mini die het schot dat hij kan schilderen, dat bewees hij vorige week tegen Jong Genk. Het wordt Hogas. Het scheelde heel erg weinig. Bijna de tweede van de namiddag voor hem. Verder voetballen zegt Pirard. Met Ribeiro enkel en Mbokani voor het goal. Wel tussen die twee centrale verdedigers. Uiteindelijk is het Hörnschar. Net aan de verkeerde kant van de paal voor de Slovaakse rechterflankaanvaller. De kaats is niet helemaal zuiver. Dit is heel erg eenvoudig gevoetbald. Rode wordt helemaal zot gespeeld. En 4-0. Weer kinderlijk verdedigd. Want wat mocht Alexander, Corijn en Bruni en Simba daar gemakkelijk doorheen wandelen. Nog eens kijken hoe gemakkelijk dat eigenlijk kan gaan. Met z'n tweeën, hier begint het. Enkele tikken, nog even twijfelen en niet terugkappen. Rode, ja, die staat er alleen voor. Dat is niet gemakkelijk. Maar wordt ook gewoon niet geholpen. Kijk naar Lalmont, onder in beeld. Ook Marzo komt te laat. Alles en iedereen komt eigenlijk te laat. Dat is de moraal van het verhaal voor Dender.
Lennart Hens met een goede vrije trap en de tegengoal. Vanuit het niets. Net nu de sfeer hier nog wat beter kwam te zitten. Tussen de Beverse fans is er de 4-1. Is de doelpuntenmaker. Een eerste doelpunt voor zijn nieuwe club, net als Bruni en Simba. Nou, Beveren wil meer dan. Is geprikkeld door dat tegendoelpunt en Bokani net niet tegen de touwen. Lennart Hens in zijn plek dus Nicolas Rangel. Het schot uit de tweede lijn. Reus moet er goed bij zitten. Opportunistisch van Choukour. Maar er schuilde wel degelijk gevaar in die trap. Ja, Dender op zoek naar de 4-2. Ja, dan moet Reus ertussen zitten hoor. Een goede aanval eerst eigenlijk maar van de tweede helft. Want de 4-1 kwam er na een vrije trap. Hoop hier in het uitvak. Goed tussen de lijnen gevoetbald. Goeie combinatie wel weer door het centrum, de voorzet. En dan is daar Mokani niet met zijn tweede. Oh, hij laat het andermaal liggen. Een laatste zege al november. Bijna 3 maanden geleden. Veinze schieten en een heerlijke goal. Oh, de 4-2. Die mag er absoluut wel wezen hoor. Ridwan en Barki invallen. En scoren, dat doe je zo. Een enorm lastige namiddag. Maar wel 2 doelpunten. 2 tegendoelpunten toch voor Beveren. En wat een schicht van Ridwan en Barki. Zijn tweede nog maar. Daar is Dender opnieuw. De kopbal van Borri in de handen. Een vergelijkbare positie als bij de 4-1. Weer een goede kopbal wel. En weer Ruissen. Dit keer geen doelpunt. Reijners net als eerste op die bal. En Bokani verlengt tot bij Ribeiro. Reijners zoekt de overlap. Dus kan Ribeiro naar binnen snijden. Nee, dat is te egoïstisch van de Braziliaan. Moet hem afgeven tot bij Reijners. Koopman, die zit fris. Een goede voorzet. Dit is 5-2. Jawel. Boeken volledig toe. Een galavoorstelling van SK Beveren en een statement zo vlak voor de play-offs. Het is 1-5 vandaag, 5-2. Nadat Ribeiro zich goed laat gelden, terugvecht, komt er de voorzet van Koopman. Krijgt er een char, veel en veel te veel tijd. En is er nog het afwijken via Kjetil Borri. Maar dat brengt geen zoden meer aan de dijk, nee. En dan is Gies geklopt. 2 minuten is wat Dender nog rest. Om de schade iets of wat te beperken. Ja, een schot. Maar te centraal. En in de handen van Borreus. Verstraten. En Bokani gaat hem breed leggen. De allerlaatste mogelijkheid voor Beveren. Geen 6-2. Nee, 5-2. Dat is goed genoeg voor Sander Koopman. Loopt ook deze aanval nog spak. Piraar kijkt naar zijn klok. En gaat er dan een einde aan maken. Voilà, Beveren houdt 3 punten thuis tegen Dender. Met een vooroorlogse score van 5-2. 5 Beverse doelpunten. 3 voor rust, 2 na de rust. Dender dat wel nog.